seks, ze willen alsmaar vrij. Je doet het met z'n tweeën, een soort klonteren van partijen. Mannen moeten er vaak aan denken, jammer dat het niet met iedereen kan. De meesten accepteren dat, sommigen maken er een potje van. Waarom noemen ze het vrijen? Dat klinkt als vrij kunnen gaan en staan. Toch is dat niet de waarheid, je zit klem als je vreen bent gegaan. Vrijen zijn de woorden, vrij en, dat is dus niet compleet. Daarna moet er nog iets komen, maar wat, geen man die dat weet. Een man moet goed verwennen, eruit zien als een lekker ding. En langzaam uit de kleren gaan en dansen in een string. Een vrouw wil dat er wordt gefluisterd, daar wordt ze opgewonden van. Hij denkt, als ze overdag niet naar mij luistert, ben ik bang dat ik 's avonds niet fluisteren kan. En neem hun seksgeluiden. Mannen die hard schreeuwen. Het is net als in de dierentuin tussen tijgers en de leeuwen. Toch, een vrouw heeft beesten nodig om haar hals en zachte vos. Hoewel, in Holland is dat overbodig. Laat ze lopen in het bos, maar in Jaguar is dolle pret als die in haar garage staat. En een tijger in haar bed, een ezel die het allemaal betalen gaat. De mannen zijn niet zo kritisch, dus altijd ja, wat overweegt. Ze zijn niet preuts of analytisch, ze doen het met alles wat beweegt.